ik jullie natuurlijk allemaal ook. Maar een mooie wedstrijd van Holland Sportief, wat heel belangrijk is. Gaan we eens even kijken. We zien daar met start nummer 101, we zien we Anne met 464, we zien we Milo met 453, Jelke en met 406, Mara Angela. Mooi, maar trouwens. We gaan eens even kijken, wie pakt daar de koppositie? Dat is nummer 464, Milo. Die komt er heel mooi naar beneden. Komt er, maakt een hele mooie start. En ik mis het. Ik zie de vier. Die is er niet. Oh, dat is jammer, want het wel zo'n mooie naam was. Maar we gaan eens even kijken. 464. Milo neemt de kop. Rijdt er op kop. Volgens op nummer 453. En dat is Jelke. Die zit er mooi dicht kort op. En op die hele mooie derde plaats komt daar natuurlijk voorbij met nummer 101 Anne. En het wordt nog spannend hoor, tussen die 1 en 2 hoor. Want ja, ze geven nog niet op. Ze fietsen nog echt door tot de laatste meters. En zo hoort het ook hè. Denk erom, de strijd is pas gestreden als je over die finish heen gaat. Eerder niet. En stop jij eerder met trappen, dan kan een ander daar zo makkelijk een plaatsje verschil maken. En een andere positie toebrengen. Maar voorlopig, kop. Ja, het is nog steeds. Even kijken, nummer 453. Jelke van den Broek die daar als eerste over de finish komt.